Heel lang alleen ging Jozef en Maria op reis. Jozef met zijn goorstok en daarachter zit Maria op de ruggen van een ezel. Wij waren waarom die twee op reis bunden gaan. Ze gaat naar Bethlehem. Daar moet Jozef en Maria zich laten inschrijven in een dik boek, want de koning van het land wil weten over hoeveel lui hij de baas is en waar die lui woont. Die bij zoekt een stee om te gaan slapen. Het wordt al donker en het is mirakels koud. Mooi de log is zijn. Maria moet nodig even rusten. Die arme dene moet een klein kring. Zie dan al een boom door in dat kapelletje. Het lik wat klein, maar die kunt er wel even rusten en wat eten. Mooi met een dekking over op de banken liggen of op de grond. De ezel kan wat boeten staan en hij kreeg een luk heu en water. Het wordt al rap donker. S'mans vroeg ging ze verder. Door dat mooie land. De log is griezen worden. En er kunt ook wat sneeuw uit de log vallen. De eerste fluxkes komt al dalen. S'namiddags komt ze langs een oude schuppen met een grote kappen. Bassens vol vee en heupen lekker heu. De brand ook licht door binnen en je hoort volk praten. Dat bent kooplui. Jozef vroeg binnen of er nog wat vree is. De keel achter een tap zegt dat de wieten moet zoeken. Kortby kan je wel wat vinden. Den arme Maria, ze moet nog even wat geduld hebben.
wederop staat een kleine stal. Hier kunnen de herders en de schapen schuilen als het hondenweer is. Jozef en Maria kijken rap door een klein luxe in de stal. Groot is de benig. Er ligt wat vee, er is heu, wat honden zit op een stok. Goddank, Jozef haalt Maria van de ruggen van Nezel af. Ze blijft hier. Van dat heu kan mooi een berre maken, zegt Jozef. In den nacht wordt Maria's kind geboren. Ze wikkelt het in deuken en ze leidt hem in de krib, die Jozef heeft vervuld met het zachtste heu dat er vinden kon. Wie noemt hem Jezus, zegt Maria en Jozef knikt. Jozef rekken zich eens goed uit. Maar wat is dat voor een vreemd geluid? Er ligt mij toch een klein in een krib te huilen. Wat kreeuw nou dan? En kijk toch eens, hoeveel het eerste komt kieken in een stal van Bethlehem. Mirakels! Het wordt nu lekker warm in een stal. Dat waar. Op de hei bunt herders. Ze past door op de schurpen. Het is sterrenhelder. Ineens is door een helder leg. Het leek wel dag. De herder schrikt zich te pletter. Door steekt een engel op de hei
wat kreeuw dan nou? Wees maar niet bangen. Ik kom jullie een boskoop brengen van God. Daar zullen allemaal heel erg blij van wij. In Bethlehem is een bijzonder kind geboren. Een koning die alle lui gelukkig maken zal. God erheen. Zijn naam is Jezus en je kunt hem vinden in de kribben. De herder slot een jas om zich heen en zoekt naar de kribben in het veld. Eindelijk vindt ze een stal en ze gaat naar binnen om te kijken. Zoiets daar hadden ze nog nooit van gehoord. Zoiets was er nog nooit gebeurd. Een klein koning in een krib. De herders in de stal bent glad van slag. Na een tijdje gaat de herders weer voort. Het wordt rustig in de stal, want het kind moet juist slapen. Kijk door, er komt nog meer vreemd volk aan. 3 hoge heren op kameelen. 3 voorname keels in peerse fluweel mantels om een pokkel en bijzondere mutsen op. In de schuppen met het heu laat ze de kameelen staan en ze loopt het pad af naar de stal. Ze heeft ook zakken met cadeaus bij zich, dat is goud, wierook en mirre. En zo komt de Heer met die mooie mutsen de stal in bij het kindje Jezus en bij Jozef en Maria. Ze gaat op de knieën voor dat kindling en ze laat de geschenken bij de krib achter. Maria en Jozef vindt maar wat mooi dat hoge bezoek. De 3 voorname lui vertelt dat ze een heldere sterren achterna bent te reden. Ten hij was de weg gewezen. Maria zegt dan, ik begreep het allemaal niet zo goed. Maar ik weet wel dat dit kind iets te maken heeft met God. En dat God van alle lui houdt. Wat lief kelken, roept de 3 maanslui nog tot slot. Nou, gedag hoor. En dan gaat ze weer voort. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Tuincentrum Casa Flora, Partycentrum Het Hagen, Midwinterhoornblaasgroep Haaksbergen, de Pancratiuskerk, Hand en Bergen, Maria en Bert, Mondharmonica Club Haaksbergen, Tuincentrum Groen Gildert Nienhoes in Buurse en Hotel Erve Bruggert.